Goedemorgen iedereen en welkom bij het webinar Brand Identity in je merkstrategie. Ik ben Marie van Flanders DC en vandaag gaan we in gesprek met Kate Stockman over hoe je eigenlijk met je brand identity en je merkstrategie aan de slag kan. Voordat we van start gaan, nog even een praktische mededeling. Je ziet dat je een aantal functies hebt binnen dit platform. Je hebt de chat, waar dat je heel gemakkelijk eventjes goedemorgen kan zeggen. Je mag laten weten van waar dat je meevolgt vandaag. Moest er een probleem zijn tijdens de sessie, moest het geluid haperen of dergelijke meer, mag je dat daar eventjes achterlaten. We zijn met heel veel vandaag, dus in de tab vragen kan je je vraag achterlaten voor de Q&A. Het interessante daar is dat je naast de vraag een driehoekje zal zien. Daar kan je op klikken als jij wilt aangeven, ik wil dezelfde vraag stellen. Zo kan ik een beetje inschatten hoeveel mensen die vraag willen stellen, dus probeer die zeker uit te bundelen. Dan gaat er een interessante Q&A volgen. Voilà, dat is de praktische zaak. Misschien nog interessant om te weten, na deze sessie krijg je nog een evaluatie. Het zou super zijn moesten jullie die invullen. En je kan dan ook het gratis jaarmagazine van Flanders DC bestellen. Ook nog, het webinar wordt opgenomen, dus je kan achteraf het webinar ook altijd herbekijken via ons YouTube-kanaal. Voilà, dat was mijn korte introductie. We zijn heel blij dat we Kate vandaag als spreker hebben. Zij is merkstrateeg en trendanalist. Dus ik denk dat het een zeer interessante sessie gaat worden. Voilà, Kate, ik geef het woord aan jou. Oké, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Flanders IT, alvast bedankt om mij uit te nodigen. Het is niet de eerste keer dat ik voor jullie gesprekken doe. Maar bon, vandaag is het een beetje anders. In die zin dat we zitten allemaal achter de computer. En ik zeg het eerlijk gezegd, het is niet mijn favoriete plaats om te zitten voor dat soort sessies. Nu, allemaal welkom. En zoals dat daar juist gezegd is, zijn we met veel vandaag. Ik stel mij snel eventjes voor aan de hand van een paar beelden voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Kate. Ik ben een aantal jaar creatief directeur geweest voor een groot brand activation agency. En jullie zien mij daar zitten achter mijn bureau. Daarnaast geef ik heel veel workshops, sessies rond innovatie en zaken die te maken hebben. Enerzijds met de strategie van merken, van bedrijven die op zoek zijn naar richting. En daarnaast daar een nieuwe identiteit willen aan koppelen. Nu, bij mij gaat het vooral om het strategische te gaan belichten. Dat zijn sessies nationaal, internationaal. Ik reis veel. Je ziet hier een fantastische sessie met Daan Rozengaarde, jullie misschien bekend. En ik ben ook docent innovatie en in de afdeling ID en Innovation Management in Erasmus. Ik geef soms lectures en ik ben een beetje het principe genegen van de botten aan en het veld in. Dus regelmatig dat soort kostuumjes om dan de fabriek in te duiken om te begrijpen waar het allemaal over gaat. Ik heb begrepen dat we vandaag met de ongeveer 240 creative people zijn die allemaal achter het scherm zitten. En ik had jullie eerder zo willen zien. Maar ik vrees een beetje dat we in deze soort modus zitten. Eigenlijk is het nog erger. Ik zit gewoon naar mijn scherm te kijken, waar dat ik eigenlijk mijn slides zie en that's it. Dus ik probeer mij jullie voor te stellen en ik ben een beetje door de vragen gegaan. Waardoor dat toch wel blijkt dat we met een heel uiteenlopend team zitten. Heel uiteenlopende mensen en... Dit is een beeld van een van de voorgaande sessies voor Flanders DC. Dit noemen ze de sofa sessions. En dat is een heel ander verhaal, hè. Ik denk dat je ziet, iedereen zit daar samen rond de mensen die uitgenodigd zijn. En dan krijg je een heel andere sfeer. Maar bon, we gaan er vandaag absoluut het beste van maken. Ik denk dat we het al gewoon zijn de afgelopen maanden om op die manier met elkaar te gaan corresponderen. Zoals gezegd kwamen er heel veel vragen binnen en die vragen zijn in alle richtingen. En nog een keer, de meeste vragen waren voor mij eerder one-to-ones, in die zin dat je zegt van dit zijn dingen die heel persoonlijk vanuit jullie bedrijf, jullie vragenstelling komen. En die in een algemene sessie soms niet zo evident zijn om eruit te pikken, omdat dan het grootste deel van de groep dan waarschijnlijk naar het plafond zit te kijken. Dus vandaar, zoals daar juist ook jullie geïnformeerd,
De vragen kunnen jullie absoluut stellen, maar dan liefst via de chat. En dan probeer ik er zoveel mogelijk op te antwoorden. Moest het zijn dat je na de sessie nog met prangende vragen zit of zegt van bo, hier is terecht iets waar ik niet uit geraak. Je weet mij te vinden, de contactgegevens passeren op het einde op het scherm. Deze sessie gaat vandaag over het belang van de brand identity in uw merkstrategie. Dat is natuurlijk, dat klinkt allemaal zeer zwaar. Om eventjes de sidemark te zien. Brand identity is zoveel meer dan een hip logo. Ik ga ervan uit dat velen onder jullie dat ook allemaal al weten. Hè? Maar brand identity is vandaag zoveel belangrijker dan, laat ons zeggen, een aantal jaar geleden. Als merk staat er vandaag voor een grote uitdaging, omdat in de eerste plaats de consument bepaalt de spelregels en niet jij en je merk. Dat geeft niet zo'n fijn gevoel in die zin dat je een soort stuur moet overgeven, dat je moet ervan uitgaan dat je de dingen waar dat jij zorgvuldig aan gebouwd hebt, dat die op een of andere manier toch een beetje aan de willekeur van die consument afhankelijk zijn. Maar dat is niet het enigste probleem. Een ander probleem is uiteindelijk dat een merk neerzetten één ding is, maar het in de markt houden is eigenlijk nog veel moeilijker. En dat is waar dat veel van mijn klanten, mensen waarmee ik in contact kom, blijven struggelen. Dus je kan zeggen de eerste 3 jaar, de eerste 5 jaar. Maar we zien ook mensen die 8 jaar bezig zijn, die er opnieuw tegenaan lopen. Die zeggen van oké, het wordt alleen maar complexer, het wordt moeilijker. Dus vandaar enerzijds die consument die alles bepaalt. En twee, het in de markt houden blijkt ook moeilijker te zijn dan vandaag. Een ander aspect dat ik ook belangrijk vond om eventjes aan te halen, is dat het speelveld bomvol zit met merken. Dagelijks worden er nieuwe merken geboren, ook nu nog, en dagelijks stoppen er minstens evenveel. En dan is de grote vraag, hoe spring je daartegen, hoe spring je daaruit? Hoe spring je uit die merken, chaos, al die verschillende merken en in bepaalde sectoren zitten dan nog daar zelf ook nog een keer heel veel spelers die min of meer op hetzelfde groep mensen mikken, min of meer hetzelfde product brengen. Dus het is een kwestie van eruit te springen, maar ook om fris te blijven op lange termijn. Het is natuurlijk complicated en dat hoor ik heel veel van mensen zeggen van ja, maar het is zoveel moeilijker, het is zoveel ingewikkelder. En dat is waar. Ik denk dat we daar moeten eerlijk over zijn. Als we alleen maar kijken naar de manier waarop dat je merk vandaag kan gaan communiceren. Er zijn zoveel zaken waar ze mee rond je oren slaan. En dan geef ik een paar voorbeelden. Gans het actieve social media aanwezigheid. Alles wat te maken heeft met advertising in de online kanalen. En de SEO, SEA en zo verder. En we zien dan ook dat heel veel marketeers ervan overtuigd zijn dat de niet-efficiënte communicatie, dat een groot deel de verantwoordelijkheid is van en het resulteert in een mislukking van uw merk. En dat is heel spijtig, omdat daar zijn heel veel dingen die jou daarbij kunnen helpen. En vandaag is het een beetje de bedoeling om daar een aantal tips rond te geven op basis van veel cases. Dus hoe begin je daaraan en wat moet je zeker meenemen? En tip nummer 1 is een gouden regel van mijzelf. Is deze. Grace Coddington is een hele belangrijke dame binnen het huis van Vogue. Zij is daar creative director en zij zegt: always keep your eyes open, keep watching, because whatever you see can inspire you. Ik neem dat altijd zeer ter harte, omdat mijn leven bestaat daar eigenlijk hoofdzakelijk in. Is blijven kijken, blijven observeren, heel veel dingen fotograferen, meenemen naar huis, zeer goed archiveren. En wat dat jullie vandaag gaan zien, is een kijkje in dat archief met een aantal voorbeelden, zoals gezegd. Tip nummer 2 is minstens even belangrijk en dat gaat over die tijdsgeest. En de tijdsgeest snappen, daar ga ik vanuit dat je, als je één keer mee bent en aanvoelt wat er allemaal vandaag gebeurt, is dat je de gevolgen daarvan veel beter kan inschatten en dat je op die manier veel beter voorbereid bent op wat dat er gaat komen en dus ook voor jouw merk kan bijsturen. En mensen vragen mij dan, wat is tijdsgeest in principe? En tijdsgeest zijn eigenlijk
Ik noem dat een beetje losse signalen, losse trendsignalen. Dingen die waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar ik heb al geleerd, als je die achter elkaar presenteert, achter elkaar doorgeeft, dat je een veel betere visie krijgt op wat dat er leeft. De bedoeling is dan ook dat je heel veel vragen stelt en probeert op die manier te vatten wat dat er gebeurt. En mijn motto, misschien ook nog het laatste dat ik even daarover wil meegeven, is deze, you're either on the bus or off the bus. Dat is een quote van in de jaren 60. En ik denk dat het vandaag meer dan ooit geldt. Ja, je bent mee of je bent niet mee. En als merk sta je er of sta je er niet. Er is heel weinig in between. Het spijtige is dat we heel zwart-wit denken, dat weten we ook al lang. Er is heel veel polarisatie, maar ook voor dit soort dingen. Het is een kwestie, en ik noem het dan ook altijd zo, een kwestie van mensen mee op die een bus te nemen en te zorgen dat ze die een bus niet missen. Dus laat ons beginnen. En dan start ik eigenlijk graag met een aantal dingen te vertellen over wat er vandaag in de wereld gebeurt. Specifiek een aantal losse flodders die ik geselecteerd heb rond merken. Want er is natuurlijk nog veel meer dat gebeurt. Maar eventjes kort kijken naar wat dat merken vandaag aan het doen zijn. Merken zijn gewoon om in alle wereldsteden zeer veel aandacht te krijgen. Dit is een voorbeeld waar dat je vandaag eigenlijk een deel van de audience gewoon compleet mist. Dit is midden in de lockdown in Londen, waar dat je gewoon ziet dat die reclame daar luid staat te roepen voor niemand. Een tweede is McDonald's. Ik denk dat jullie meerdere voorbeelden gezien hebben van merken die zich wereldwijd op een of andere manier naar corona toe geroepen voelden om met hun merk aan de slag te gaan en te zeggen van wij gaan bijvoorbeeld in dit geval een social distance message gaan brengen. Dit KFC is eigenlijk wel een grappige. Een wereldwijd gekende slogan is It's finger licking good. Die finger licking hebben ze weggelaten, omdat dat natuurlijk vandaag in coronatijden eigenlijk not done is, om aan uw vingers te likken. Dus een ander puntje dat opvallend was. Dit is eigenlijk ook een hele mooie. Dit is G-Star, die samen met het Nationaal Ballet in Nederland een voorstelling gemaakt heeft die een stuk te maken had met het social distance dansen. En die daarvoor ook die prachtige rok gemaakt heeft. In jeans, uiteraard. En die daardoor social distance een stukje gaat een stukje poëtisch gaan maken en daar iets mee gaan doen. Dit is ook een hele grappige IKEA die ook nadenkt over zijn miljoenen klanten die allemaal thuis zitten met hun kinderen en die zich natuurlijk allemaal een beetje te pletter vervelen en die dan eigenlijk binnen hun heel typische eigen brand identity, en daar valt het woord al, erin slagen om zelf zonder enige indicatie van logo of naam van hun eigen merk er toch in slagen om een identiteit neer te zetten en daar een aantal ideetjes te geven hoe dat je met bestaande meubels of eventueel meubels te bestellen en kleine spulletjes iets heel leuks te kunt gaan doen. Dat is een tweede beeld. Ze hebben niet alleen dat gedaan, dit is ook een ander mooi voorbeeld waar dat ze vertrekken van het idee onze klanten kunnen niet op reis. Iedereen mist zo die echt typische couleur lokaalzaken. De luchtballonnen in Cappadocia en een bounty strand. De Mount Fuji in Japan. En ze hebben daar dus bepaalde dozen van gemaakt. Dozen die je dan thuis kan gaan zetten. En op die manier een stukje op reis bent. Een toch wel een grappige manier om te connecteren met jouw klant. Dit was een ander voorbeeld waar dat je brands op een heel andere manier zich ziet inzetten. Dat was ook heel recent. De enorme wave die we gezien hebben rond de Amerikaanse verkiezingen en vooral rond het stimuleren van jonge mensen om te gaan stemmen. Links zie je een beeld van Times Magazine die beroemd is om zijn altijd vrij opvallende, controversiële, statementmakende covers. En voor het eerst in hun geschiedenis hebben ze de titel van het magazine veranderd naar Vote. Eigenlijk toch wel vrij spectaculair als je hun geschiedenis kent. En daarnaast natuurlijk een heleboel merken. Ik denk dat het over de 60 merken waren in de States die allemaal op een of andere manier
het stemmen proberen gaan stimuleren zijn bij jonge mensen. En in deze wou ik jullie toch niet onthouden. Patagonië, een van de outdoormerken die altijd gekend is voor nogal activistische zaken te doen, heeft dit in zijn kleren genaaid. En wel een grappig statement. Maar dit is dan nog een keer iets totaal anders. Dit zit meer op het experimentele niveau. Dat is een shop die je niet in principe kan bezoeken. Het is geen gewone consumentenshop, eerder een soort statement vanuit designhoek, waar dat een beetje de vraag gesteld wordt, moesten we nu onze values en onze waarden gaan installeren in een shop en mensen te laten stemmen met hun wallet, met een portemonnee. En ervoor te zorgen van, kijk, als we nu een aantal zaken gaan op dozen en op flacons zetten, gaan we mensen laten voten door te zien. Wat kopen ze, wat nemen ze mee? Gaan ze voor optional military service voor iedereen? Could anyone adopt children? Restrict child adoption to heterosexual couples? Dus je ziet dat het allemaal polariserende debatvragen zijn en op die manier in de value shop, wel een tof principe, gaan complexe situaties een stukje vereenvoudigd worden om te zien wat gaan mensen gaan kiezen. Dit is ook een interessante en dat is dan ook meteen het eerste filmpje dat ik direct ga tonen. Dit is een sessie die ik meegemaakt heb met een Nederlandse collega die in haar afstudeerproject sprak over het feit dat voor haar merken de rol van religie aan het overnemen zijn. En alhoewel dat ik het niet 100% eens ben met al haar statements, is het wel interessant en zeker in het kader van deze sessie wel leuk om een keer te volgen en te zien wat dat ze bedoelt. Consumeren is de norm hier in het Westen, maar het brengt ballast. Deze bergen bezit waar vreugde en geluk worden gemist. De niet-religieuze mensen missen zingeving en betekenis. Religies verliezen aanhang, maar de mensen die nog wel religie aanhangen, worden daar steeds meer rigide in. Er is echter één religie die boven alles uitstijgt, het financiële geloof. De dollar is de sterkste verbindende energie ter wereld. Zoveel mogelijk kopen tegen zo laag mogelijke kosten. Het aantal spullen neemt toe, maar hun waarde neemt af. Vroeger waren producten persoonlijk. Ze werden handgemaakt en gingen levenslang mee. Ze werden naast hun functies betekenisvol. Tegenwoordig vervangen regelmatig nieuwe versies de oude. Symbolische lading blijft zelden behouden. Deze vluchtigheid maakt mensen niet gelukkig. Er groeit behoefte naar betekenisvolle producten die uitdrukken waar je voor staat en waar je in gelooft. Vroeger via religieuze of politieke symbolen, vandaag via merken. Onderzoek vertelt ons dat niet-religieuze mensen sterker geloven in grote merknamen. Merken nemen de rol van religies over. Merken zijn de nieuwe kerken. Momenteel zijn we polytheïstisch ingesteld. Voor de sportprestaties geloven we in Nike, voor creatief denken in Apple en voor status in Louis Vuitton. De nieuwe tempels zijn de shoppingmalls, waarin alle merken vereerd worden. Wij bidden door producten te kopen van merken die wij aanbidden. Maatschappelijke statements vertellen wij via merken die wij vereren. Veel merken hebben sterke campagnes, maar hun gedachtegoed is nog niet vertaald in hun producten. Er liggen mooie kansen in het verschiet, want we boren een nieuwe dimensie aan. Zie dit als een begin van iets groots, want dit is de toekomst. Ja, normaal gezien zou ik met jullie daarover graag in debat gaan en een keer een gesprekje volgen. Maar bon, dat gaat nu niet vandaag, dus we gaan verder. En dit is een beeld dat voor mij absoluut duidelijk is. Dit is voor de shop, misschien dat jullie al geweest zijn, de originele shop in New York van Supreme, de eerste. De queuing line die daar staat, ik denk dat dit een stukje bevestigt wat daarnet verteld is over die nieuwe religie, die merken een stukje gaan overpakken. Als je ziet wat dat er daar allemaal vandaag aan het gebeuren is, heel boeiend om te volgen. Het blijkt ook dat deze lines, hier is iedereen nog redelijk passief, maar dat de nieuwe ontmoetingsplaatsen zijn waar dat er trade gedaan wordt, waar dat er gehandeld wordt met gelijkgezinden en dat er eigenlijk op dat moment gebruik gemaakt wordt van te connecteren met de andere mensen die ook in de rij staan. Iemand die de religie en het merkenverhaal heel goed begrijpt,
door bepaalde momenten is Kanye natuurlijk. Kanye is zelf iemand die enorm met merken bezig is, zichzelf ook heel duidelijk als een merk ziet. En dit was eigenlijk wel een grappig beeld ook, dat vrij recent gepasseerd is van Kanye's Sunday Services. En dat is bijvoorbeeld ene die hij gegeven heeft tijdens de Fashion Week in Parijs, waar dat je enerzijds zijn choir ziet met hemzelf als de pastoor. Dit is bijna een letterlijke vertaling van merken zijn de nieuwe kerken. Dus een toffe blending. Nu, Kanye zit niet stil en ik weet niet of dat jullie dit gezien hebben recent. Een hele grappige opstart van een nieuwe webshop van zijn Jeezy Supply lijn. Dit is eigenlijk een onderdeel van een filmpje dat hij samen met Nick Knight vrijgegeven heeft om te vertellen hoe hij eigenlijk aan het concept van zijn webshop gekomen is. En dit zijn zijn inspiratiebeelden geweest. En als je daar het eerste zicht naar kijkt, dan denk je, ja, geen idee waar dit überhaupt naartoe zal gaan. Dit is jaren 50 pop. Met een soort chirurgisch kostuumje aan, een lichtblauw achtergrondje, wat je denkt, ja bon, hier een inspiratie voor een webshop. En dan zie je, wat gebeurt er daarmee? En onderaan zie je al een eerste beeld. Ze zijn daar op beginnen freewheelen, heel tof om dat te zien. Dat is uiteraard geëvolueerd en dat zit meer in die stijl nu, waar dat je dus bijvoorbeeld uit heel veel verschillende avatars kan kiezen. Het model dat op dat moment meest bij jouw lichaamsbody past. En dat je op die manier kan gaan spelen. En gaan spelen is echt letterlijk. Al die avatars hebben verhalen rond zich. Een historiek, een personality en zo verder. Dus daar kan je volledig induiken. En dan heb je natuurlijk gewoon de collectie die dan ook daarop aangepast wordt. En die kleden zich letterlijk aan en uit. Terwijl dat je aan het kijken bent. Nu, dit is natuurlijk het ganse verhaal dat ze vertellen in de making-of. Als je dan door deze beelden ziet, dan zijn ze helemaal excited. Dan denk je, ja, allee, bon. Heel benieuwd wat dat gaat geven. En als je vandaag op de site van Jeezy Supply komt, dan krijg je dit. Het enigste herkenbaar is dat lichtblauw veld. En jouw e-mailadres opgeven voor de updates en that's it. En dan krijg je dit. Voor degenen die van dicht kunnen kijken, heb je hier een klokje. Dat is een aftelklok en dat is de manier waarop dat de zaken eigenlijk gebeuren nu. Dan krijg je één sneaker te zien die je dan voor een hele limited periode kan bestellen. En we zijn vertrokken. Nu, dit is nog een ander merk die ook op dat vlak, op gebied van kerken en merken, toch wel de grens wat opzoekt. Diesel heeft al jaren zijn slogan Successful Living. En die heeft nu, naar aanleiding van de corona-lockdowns en zo verder, een stukje geanticipeerd op customized jeans labels aan de achterkant van jouw jeans, waar dat ze verwijzen naar bepaalde gemiste events. Dus je had een yoga-retreat geboekt of een tattoo-convention waar je naartoe wou, of de Ibiza-openings van de clubs. Wel, die zijn allemaal niet doorgegaan en je krijgt op die manier een soort memory-label van een memory die je niet beleefd hebt. Dat is nog een voorbeeld van een wedding die niet doorgegaan is, die unforgettable denim. Nu, bon, dat is een beetje een samenraapsel van een aantal signalen die ik de laatste tijd verzameld had rond merken. En dat zijn tijdsgeestsignalen en voor mij zijn dat tools waarmee dat ik dan aan de slag ga. Dit is een beetje het principe waarop dat ik werk, is enerzijds het capteren van dingen, het analyseren, proberen begrijpen, dan focussen en dan maken what matters. En ik denk dat dat voor branding al een eerste belangrijke is dat je uiteindelijk heel goed moet nadenken, wat is relevant, what matters en what not. Veel mensen verdrinken in die lijst. Ik ben zoals gezegd een beetje in mijn archief gedoken voor een aantal mooie brand stories en een aantal best of tips gedistilleerd. Zijn dat alle tips? Nee. Ik denk dat we een week seminarie kunnen geven rond branding en brand identity. Dus zie het als een soort voorproefje, als een soort eerste wandeling door een aantal dingen. En ik heb gewoon vanmorgen, want nog heel klaar met
een deel van mijn muur gefotografeerd, mijn inspiration wall, die eigenlijk wekelijks verandert. En ik wou beginnen met twee beelden die voor mij in het archief eigenlijk altijd terugkomen. Dit is een hele oude advertising, ik denk jaren 80, denk ik, 90 misschien, ik weet het niet. Van Comme des Garçons, een beeld waar ze niets en alles communiceren, waar dat je kunt afvragen, wat heeft dat nu met dat merk te maken? We gaan daar niet dieper op ingaan. Maar het is een beeld dat mij altijd bijgebleven heeft. Dus dat is een soort tijdsgeestdocument, omdat toen alles bijzonder ernstig, bijzonder zwart, grauw, donker. En zij hebben met die advertising, en als je ze opzoekt, vinden ze nog altijd. Dus voor mij is dat een beeld dat bijgebleven is rond als je over merkidentiteit denkt. En dan toevallig, dit is een tweede beeld, ook al eventjes oud. En die shop is ondertussen veranderd, maar ik heb altijd die fantastische roze beglazing ongelooflijk schitterend gevonden. Als je binnengaat, is dat roze ook compleet weg. Dus dan ben je in een witte ruimte. Opnieuw, en ik vraag me dan af, is dat toevallig dat dat ook Comme des Garçons is? I don't know. Het is gewoon twee beelden die ik in het zoeken tegenkomen ben. En ik denk, ja, bon, opvallend dat dat zaken zijn die blijven hangen. Dus in principe, zoals gezegd, een sneak peek in mijn branding toolbox. En ik kan niet anders, als we over brand identity bezig zijn, starten met het allerbelangrijkste, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, is strategy first. En eigenlijk altijd. Ook als je zegt van het is bijsturen of ja, maar het is al in orde, mijn strategie. In vele gevallen, als daar gesprekken voor starten, blijkt die strategie toch niet zo scherp te zijn, toch niet up-to-date te zijn, toch niet genoeg future-proof te zijn, een aantal dingen vergeten te zijn. Dus dit is voor mij, ik denk, de allerbelangrijkste tip, strategy first. En wat bedoelen we daarmee? Dit is eigenlijk zo'n beetje ronddobberen in een soort oceaan, waar dat je zo denkt van ja, allez, we zijn vertrokken, ons bootje zit in het water, maar bon, waar moet ik naartoe? En daar gaat strategie uiteindelijk over. En er zijn alle soorten boeken geschreven over strategie, maar in principe is het vrij eenvoudig. Dit is een gebrek aan strategie. En wat proberen we dan te doen, is ergens in die oceaan, op die horizon, te zoeken naar een soort richting waar dat jij naartoe gaat. Waar dat jij met je merk naartoe wilt, wat dat je bedoeling is, wat dat je ambitie is en zo verder. Dus dit beeld is voor mij een soort verpersoonlijking van die zoektocht naar die strategie en die ervoor zorgt dat je in die richting een stukje begint te varen. En dat je snelheid kan nemen en dat je weet waar dat je naartoe gaat. Wilt dat dan zeggen, binnen je strategie, dat je dan niet nog een stukje kan afwijken? Ja, uiteraard. Hè. Ik denk, als er bepaalde zaken veranderen, dan is het ook de bedoeling van te kunnen bijsturen. Dat is het voordeel van een klein bedrijf te zijn, is dat die wendbaarheid makkelijker is dan degene die, laat ons zeggen, een grote schepen, die krijgen we ook wel bijgestuurd, maar is altijd een stukje moeilijker. Ik geef een eerste voorbeeld wat dat strategie een belangrijke gevolg geweest is. Is een opdracht die ik gedaan heb voor Loren van Keer. Ik ga natuurlijk niet de ganse oefening uit de doeken doen, maar dit is gewoon waar dat we meestal van starten. Is een soort gesprek waar dat dan hier gezegd werd, mijn persoonlijkheid en architectuur vormen de rode draad in mijn collecties. Als we dan kijken en dan denken we, oké, dat zal dan een stukje inspiratie zijn. Dus je verwacht dat ook een stukje in die communicatie, in die branding. En dan zagen we dit soort beelden. Dan denk ik, ja, oké, mooi. Hè? Hele mooie beelden, mooi gefotografeerd. Dit was haar Instagram-account. En de linkerkant was de op dat moment de recente. Aan de andere kant was als je naar beneden scrolde en dat bleek voor haar zoektocht geweest te zijn naar een stukje, ja, wat willen mijn klanten zien en wat wil de Instagram community zien? Ja, die willen een wandeling zien met mijn hond, die willen zien waar dat ik in het weekend geweest ben. Maar dat hing helemaal niet samen met haar persoonlijkheid. Want uiteindelijk, hè, als we dan kijken van waar het label voor moet staan, ja, dan waren we bezig over strak, over lijnen, puur en zo verder. En dan is dat soort zaken misschien wel veel juister en zitten we daar meer op de golflengte van Loren. En dan ben ik heel blij om te zien
dat we nu, als we dan toch wel weer een jaar en een half verder zijn na die oefening, dat dit de feed is van haar Instagram-account, waar met een Hans-team toch serieus op gewerkt is en waar zij zich vooral zoveel beter bij voelt, waar dat ze voelt dat dit zoveel meer klopt met waar dat ze voor staat. En we zijn niet alleen in die architectuur blijven hangen, want haar 10 jaar bestaan kwam er ook aan. En daar is er ook nagedacht van, oké, wat kunnen we daar doen? En daar is er een zekere emotionaliteit in gekomen. Maar vanuit een zeer hele nonchalante, bijna dagdagelijkse stijl gekomen. Absoluut niet gezocht of op een of andere manier, de typische manier dat juwelen gefotografeerd worden. Dit is een beeld van haar laatste post ook wel. Toont gewoon in welke richting dat die strategie haar merkidentiteit geduwd heeft. Een tweede verhaal, ik ga daar niet te lang blijven bij stilstaan, maar vond ik dit verhaal. De mensen van Pink Eye, fantastisch designbureau, die op een bepaald moment beslissen van hun naam te veranderen naar We Want More. En dan denkt hij, ja, wat? Ik bedoelde, iedereen kent Pink Eye, hoe gaan jullie nu opeens naar We Want More? En ja, jullie kunnen dan vragen, wat heeft dat met strategie te maken? Ja, ik denk alles. Hè. Ik weet dat er mensen van We Want More mee aan het luisteren zijn, aan Loren, heb ik gelezen. Ik vind dit gewoon prachtig als ik dan lees en dan hoor ook van hen. Dat eigenlijk voor hun is het een strategische beslissing geweest om die naam te veranderen en specifiek die naam te noemen. Omdat ze eigenlijk zeggen van oké, wij willen veel sneller in dat creatief proces betrokken worden. Als designbureau kan je altijd op het einde komen, maar wij willen in het begin gaan meedenken rond relevantie. En dan is die We Want More zo relevant en zo juist. Dus voor mij is dat gewoon eentje die ik erbij wou, omdat het gewoon mooi is. En als je dan nu op hun website gaat kijken, dan zie je dit. We Want More creates mind-blending work, mind-bending work in brand, spatial and experiential design. Prachtig, dus ik denk een mooie strategische move. Een tweede punt, en naast strategie eerst, is dit nummer twee. En allez, ze strijden eigenlijk alle twee om de eerste plaats misschien. If the product is good, en ik durf erbij zeggen, is the product more than good, dan hebben we al iets om mee te werken. Ik geef hier gewoon één voorbeeldje van. Nog niet zo lang geleden, tijdens een workshop, komt een van de deelnemers binnen met een nogal vettige zak. Van de plaatselijke bakery in Brussel. En iedereen benieuwd wat zit erin. En daar zit dan een soort amandelcroissant in. En eerlijk gezegd, het is de lekkerste amandelcroissant die ik al ooit gegeten heb. Als je dan natuurlijk vraagt, ja, maar waar komt dat hier? Dan krijg je een schitterend verhaal van deze bakker die op een bepaald moment beslist heeft om het beste brood van de wereld te bakken. Ja, dat is redelijk ambitieus. Maar blijkbaar, als we dan zien, is hij daar nogal in geslaagd. En dan hij brengt dat ook nogal in de open en hij is niet bij brood gebleven. Dus hij maakt nu recent ook alle soorten koeken en taarten en die blijken ook hemels te zijn. En daar begint het. Ik ga dit product en dit merk eigenlijk nooit meer vergeten, omwille van die ene experience van dat fantastische mooie product dat je, ja, bij wijze van spreken, de basis is van zijn merk. Al de rest groeit daar rond en zijn storytelling is natuurlijk heel duidelijk. Hij durft ook zeggen dat hij het beste brood van de wereld maakt. En dit is nog een laatste voorbeeldje voor die honger hebben. Het is natuurlijk absoluut onder de categorie indulgence. En we zijn niet over gezond bezig, maar vandaag is dat nu niet zo belangrijk. Dan een ander puntje dat ik in de lijst wou meenemen is choose an earworm. A distinct name, I mean. Eigenlijk, je kunt zeggen, ja, een naam van een merk is niet zo belangrijk. En als je het er lang genoeg instampt, dan onthouden de mensen de meest stomme naam, de meest idiote naam. Ja, dat is allemaal waar. Maar op zich, als je start met een merk, als je op een bepaald moment de dingen wilt gaan herzien, is het interessant om toch een keer goed na te denken over jouw naam van je merk. En ik heb er hier gewoon een aantal stomweg achter elkaar gezet om te zeggen van kijk, dit zijn voor mij namen die blijven hangen zijn.
Een aantal jaar geleden was er in Brussel opeens een shop die hunting en collecting noemde. Een typisch logo van die periode, dat is duidelijk. Maar hun naam is mij altijd bijgebleven, omdat ze niet alleen heel duidelijk stonden voor die hunting en collecting, omdat die shop ook een soort verzamelplaats was van dingen die zij gingen gaan spotten en die zij met een hele duidelijke curating voorstelden aan een heel duidelijk gedefinieerd publiek. Maar ook omdat achteraf bleek het ook een soort tijdsgeestnaam te zijn, omdat na hen zijn er heel veel anderen gevolgd. Een van deze, die ook heel kort na Hunting en Collecting, was de Recollection Store in Antwerpen. In principe hetzelfde principe, curating vanuit de persoonlijkheid van degene die de shop starten. Dit is van een Hans ander kaliber. Dit is een social media account, maar uiteindelijk kan je dat ook beschouwen als een merk. En dit is de Dansaard Vlamingen. Ook als earworm kan deze absoluut tellen. Als je hem nog niet kent, is absoluut hilarisch om te volgen. Zeer herkenbaar en bijzonder grappig. Hè. Maar ook een naam die blijft hangen. Hè. Iets wat die vrouw gewoon in geslaagd is van de kern van waar ze mee bezig is. Maar zo de ironie zit er al in. En het is opnieuw een naam dat je goed onthoudt. Dit is van hetzelfde kaliber, Ugly Belgian Houses. Ooit gestart als een plezant initiatief van we gaan een keer de lelijke huizen in België, ondertussen uitgegroeid als een echt merk. Dit is een ander voorbeeld. Waarom steek ik erin? Omdat Nederlanders zijn voor mij daar enorm goed in. In het bedenken van die namen die zo obvious zijn, maar die uiteindelijk ook meteen duidelijk maken van wat dat ze zijn. Het is geen must, absoluut niet, maar het is een mogelijke richting. Deze is ook een die ik altijd onthouden heb, Trekt uw plant. Het is eigenlijk een organisatie, spijtig genoeg, ondertussen failliet. Maar Trek uw plant wil zeggen, als cannabis kweken illegaal is, dan moeten we het op een andere manier doen. En om kort te zeggen, iedereen mag ene plant hebben en zij hielden voor iedereen die een ene plant bij in groep. Balls and Glory is een ander merk dat jullie ongetwijfeld kennen, ook een naam die je niet vergeet. Dit is een mooie, merci, een store, een grote store in Parijs. Altijd de moeite om te gaan bezoeken, ook tijdsgeestgewijs. En het is eigenlijk de eerste charity store of een magazin solidair, zoals dat ze zelf zeggen, waar dat eigenlijk 100% van hun winst gaat naar Charity Associations en vandaar is ook die naam Merci natuurlijk schitterend gekozen. Via Papa is ook een die je niet vergeet, grappig en tof. En in deze, de Dollar Shave Club, is een die in trendseminaries regelmatig voorkomt, omdat dat voorlopers waren van een totaal andere manier van dit soort fast-moving consumer goods in de markt te zetten. Dit is een soort abonnement op goedkope razors. En ik toon juist een filmpje om te tonen hoe anders dat ze zijn van de collega's. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome ass grandfather had one blade and polio. Looking good, pop up. Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors. We're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on.
Voilà, dollarshave.club. Ik denk dat je het wel zult onthouden. Gewoon om een punt te maken, ook nog een keer opnieuw. Great name en earworm. Naam, absoluut. Een volgende dat ik met jullie even wou doornemen is een goed logo. Is never about beauty alone. Ja, ik denk dat we daar al honderden discussies over gehad hebben. Is over ja, een logo, wanneer is het goed, wanneer is het niet goed. En je krijgt meestal in bedrijven eindeloze discussies die te maken hebben met het feit van ja, ik vind dat logo mooi, ik vind het niet mooi. Terwijl het daar eigenlijk niet over gaat. Hè. Een logo is in het beste geval samen met de rest van je merkidentiteit iets dat je ervoor zorgt dat je merk boven het maaiveld uitsteekt. Dat je hoofd uit de massa kunt steken, maar het logo alleen, en zeker als het gaat om ik vind het mooi of ik vind het niet mooi, daarover gaat het niet. Er zijn een aantal andere dingen die meespelen. Eerst en vooral, een van de dingen die voor mij, is een klassieker natuurlijk, maar het principe van Steve Jobs, die zegt think different. En ik denk als er een bedrijf is, zeker in het begin, die dat 100% waargemaakt heeft, is Apple zelf. En dat begon al met een logo, hè, waar dat er natuurlijk tientallen boeken van geschreven zijn. Daarover gaan we het niet hebben. Voor mij gaat het ook niet over het feit van het Apple-logo, maar voor mij staat dat mee in de rij van een andere manier. Bekijk het anders, be different. En als je anders denkt, toont dan ook dat je anders denkt op basis van je keuze van je logo. Dit is een ander logo wat voor mij ook gewoon paste in die tijdsgeest en paste bij het ganse brand story dat rond de Marcellekes van Bruxelles rondging. Een stukje traditioneel, een stukje retro, maar gans dat verhaal klopte vanuit dat logo. En dan ging het er niet om of dat je dat mooi vindt of dat je dat niet mooi vindt. Het gaat erom, klopt dat en waarvoor hebben we dat logo nodig? Dit is een logo dat mij ook altijd bijgebleven is. En het valt op dat in vele gevallen van die kleine accentjes die je eraan toevoegt, terwijl dat ze uiteraard liefst een reden hebben, dat ook blijft hangen om toch wel een stukje onderscheidend te zijn. Ook weer een typisch tijdsgeestverhaal. En dit is ook een die al heel, heel lang bestaat. Ik denk dat hopelijk velen onder jullie dat logo kennen. Maar in principe staat het hier op zijn kant. Dit is in principe de juiste positie van dat logo. En het is uiteraard van ID Magazine. ID Magazine die ondertussen al jaren hun logo in hun cover vertaalt als een soort knipoog, het oog dat de ene kant bedekt is. Dus telkens zie je maar één oog. En daar zijn duizenden manieren ondertussen getoond om dat logo echt te gaan visualiseren in hun cover. Een tweede onderdeel binnen een goed logo kan een heel onderscheidend kleur zijn. En een van de mooie voorbeelden daarin is dit. Ik denk dat de meesten ondertussen al zitten roepen van dat is ongetwijfeld Tiffany's. En inderdaad, dit is het absolute typische Tiffany kleur, waar dat ze ondertussen al sinds 1837 mee aan het werken zijn. Maar ze blijven niet steken in dat traditionele. Ze gaan ook mee in de volledige nieuwe communicaties. Ze hebben in voor deze campagne bijvoorbeeld Grace Coddington ook aangeschreven om de creative direction hier te doen. En je ziet die kleur blijft terugkomen, weliswaar op andere manieren. Er zijn nog een paar voorbeeldjes. En dan krijg je dat soort beelden waar dat je ook zonder enige branding, zonder enige referentie, dat kleur herkent als een pakje van Tiffany's. Dat is natuurlijk zwaar ondersteund in films en zo verder. Maar gewoon een voorbeeldje waar dat kleur voor mij een belangrijk punt is. Het gaat over herhaling. Dit is een recente brand identity van de Pristine, het laatste restaurantconcept van Sergio Herman en team. En je ziet hoe dat dan die herhaling en die movement uiteindelijk
opnieuw blijft gebruikt worden, ook in social media, waar dat je ziet dat dat wel werkt en dat je iets neerzet dat heel fascinerend is en uiteraard herhaling niet alleen in stils, maar ook in beweging. Dus hier zie je hier nog een voorbeeld ervan en de filmpjes zitten daar ook in. De andere beelden die je ziet brengen mij naar het volgende punt en is goede fotografie. Ik ben enorm bezig met fotografie, met beeld. En ik blijf erbij. Als er één ding is wat je niet moet op besparen als het gaat over je merkidentiteit, over je merk, dan is het op fotografie. En dan gaat het niet over prijs, maar dan gaat het over de kwaliteit van je fotograaf. En er zijn er zoveel goeie in België, er zijn er zoveel goeie om mee te werken. En het gaat erom van op welke manier identificeer je een bepaalde stijl van fotografie aan je merk en ga je daar heel consequent mee door. En er zijn zoveel verschillende stijlen, maar het gaat erom van een stijl fotografie te vinden die ownable is, die dicht bij jou staat, die onderscheidend is en vooral kwalitatief. Dat brengt mij uiteraard naar het volgende, het belang van visuals. En dan gaat het over opnieuw goede visuals en ook bewegende visuals. En dit heeft natuurlijk niks met branding te maken, maar heeft voor mij wel met branding te maken. Een beeld dat ik bijgehouden heb tijdens de coronaperiode, waar dat je het probleem van mensen die verzorgd worden door verpleegkundigen die volledig ingepakt zijn, het gemis aan beeld heb je hier. En hoe dat ze dat dan oplossen door daar een foto op te plakken, waardoor dat je eigenlijk op een of andere manier weer beter connecteert met die zorgmensen. Dit is een ander beeld, ook om weer te tonen de sterkte van beeld. Ik denk als we ooit nood hadden om social distance uit te leggen, dan is dit een goed voorbeeld dat je in één beeld een gans principe kan uitleggen. En dit is hetzelfde, hè, wat dat je ook de lockdowns in één beeld kan weergeven. En als dat lukt voor je merk, dan ben je al een heel eind. Dit is zo'n voorbeeld, heel opvallend beeld. Als mensen Tinks kennen, dan weet al waar dat naartoe verwijst. Zeer poëtisch op een of andere manier. Maar dit gaat over period-proof underwear. Dat eigenlijk ervoor zorgt dat je geen tampons of dergelijke moet gebruiken, maar het is een groundbreaking principe. En ze zijn erin geslaagd om daar een brand identity aan te koppelen die zo anders is, waardoor dat ze niet alleen door een revolutionair ondergoed, maar eigenlijk ook door hun campagnes en hun brand identity eigenlijk enorm aandacht gekregen hebben. En ze bouwen daar heel mooi op verder. Een volgende is dit. Adidas is natuurlijk ook op vlak van brand identity. Zijn er tientallen verhalen te vertellen, maar deze vond ik wel opvallend. Zeer recent gelanceerd, een 12 uur durende video. Met alle soorten fantastische effecten. Creatives die ze erop gezet hebben van over gans de wereld. Alleen om die ene schoen te gaan promoten. En voor mij absoluut een tijdsgeest document. Dit is het netwerk die dat gedaan heeft voor hen. En dit zijn een paar beelden ervan. Want ik kan natuurlijk moeilijk de 12 uur durende video tonen. Maar dit is alvast een klein stukje. Dan, ene stijl. Dat is een discussie die we al veel gehad hebben. Hoe belangrijk is die ene stijl? Hoe belangrijk is die stijl door te trekken? En als je de voorbeelden bekijkt, dan voel je hoe belangrijk dat is om die stijl goed te kiezen en om van daaruit ook te vertrekken. Dit is een voorbeeld van een hele duidelijke stijl die voor de mensen die het merk kennen, die weten meteen waar ik over spreek. Ik denk, als je het volgende beeld ziet, dan snapt het meteen, dit is de huisstijl, de visual identity van Graanmarkt 13, die erin slagen om eigenlijk al een aantal jaar een hele soberen, niet zozeer
opvallende stijl, maar door hun consequentie, door de puurheid, door het heel consequent door te trekken, herhaling, en altijd een mooi doortrekken in alle kanalen, en hier zitten er een aantal voorbeelden, een hele duidelijke ownable stijl krijgen, waardoor dat als ze eigen producten op de markt brengen, dat dat gewoon naadloos meegaat in de merkidentiteit van hen. En hier zitten nog een paar voorbeelden. Zelf tot en met een foodtruck trekken ze dit volledig door. Dan een tweede, ja, gewoon omdat het gewoon een mooi merk is. En ja, ze zijn al daar juist eventjes langsgekomen op vlak van een logo dat eruit springt. Maar ook op vlak van een consequente eigen stijl is dit ook een prachtig voorbeeld. En wat dat hier mooi is aan dit verhaal, is dat ze bijvoorbeeld al de shops die ze wereldwijd hebben, dat die altijd door een andere architect gedaan worden. Dus dat is iets waar ze van in het begin heel veel belang aan hechten. Zeiden van, bon, wij willen dat die winkels een soort eenheid hebben en toch er altijd anders uitzien. En het leuke is dat ze dus met een lokale architect werken, waardoor dat er altijd een soort local verankering in zit. En aan de andere kant, als je die shops en alles wat dat ze doen naast elkaar zet, krijg je een enorm sterk beeld. Dus je ziet, ik denk, je kunt meteen 50 van die shops naast elkaar zetten, zien er allemaal anders uit en er is één fantastische rode draad in. Iemand die dat ook goed begrijpt is Muriel Scherre. Muriel van La Fido is ook al heel lang bezig met een eigen brand identity, een eigen stijl, waar dat zowel haar fotografie, al haar sociale kanalen allemaal heel mooi op elkaar aansluiten. En dit zijn beelden, zeker het rechtse beeld van vroeger. Als je alleen al La Fido ingeeft op Google Images, krijg je al een duidelijk zicht waar dat merk ronddraait. En er zit heel weinig ruis op. Ik vind dat altijd een goede oefening om te zien hoeveel andere beelden dat er nog insluipen die niet kloppen. Dit lijkt alsof dat het prima gecureerd is. En dit is haar website, webshop van dit jaar, waar ze eigenlijk heel consequent voortbouwt op die ene stijl. In die soberheid als het gaat over de pure informatie. Details matter, ook een stokpaardje van mij. Ik denk dat niet meer en niet genoeg kan benadrukt worden. Het is enkel wanneer dat de details allemaal kloppen, dat ook uw visual identity, brand identity ook zal kloppen. En dit is gewoon een voorbeeldje en zo kom ik er zoveel tegen. Ik was laatst op een coworking plaats in het Gentse. Heel tof ingericht en alles erop en eraan, elk detail verzorgd. Als we vroegen naar de wifi-code, dan kregen we dit. En dan, dan vraagt u af, hallo, kon dit niet binnen de branding? Hè? En dan denkt u, de branding van het bedrijf is nogthans duidelijk. Hè? Better Minds at Work, absoluut een tof bedrijf. Goed bezig. Maar dan denk ik, het gaat over die kleine details. Kleine details zoals hier. Hè. Alle kleine afwerkingsjes die ook een nut hebben, een bepaalde betekenis hebben. En een van de gekendste is dit natuurlijk. Hè. Als je de recente documentaires gezien hebt van Martin Magella, dan zal je ook in een van beide, in een van de recentste, ook de uitleg van die stitching gaan horen. Het ganse verhaal van no noise en simplicity is iets wat in het trendverhaal ook veel meegenomen wordt. Hoe kijken we daarnaar, naar alles wat te maken heeft met minder ruis? En dan is dit een mooi voorbeeld. Binnen het brandingverhaal heb je een brand dat brandless noemt. En waar dat ze eigenlijk kiezen voor een uniforme packaging van alle producten. Over alle categorieën. En eigenlijk ervan uitgaan, wij willen maar één merk neerzetten en één type stijl. En daar zal niet geschreven worden en van elk type product hebben we maar één variant. Dus er zijn maar één doosje met cotton pads, één doosje met een facial spray, één doosje met... Dus
ze trekken dat door en dat zit ook in het food-verhaal. Dus de moment dat dat uitkwam, hebben we dat uiteraard gevolgd. En wel eigenlijk wel een heel leuk statement. En ze zijn op een bepaald moment hebben ze het niet gehaald, maar ze zijn gelukkig opnieuw opgepikt door een ander bedrijf die nu aan de hand van een nieuwe strategie, hè, daar gaan we weer, een strategie op een andere manier het merk zal aanpakken, waardoor dat het wel zal kunnen overleven. En voor mij, ik vind het gewoon goed nieuws. Jammer dat dat merk eventjes van de radar was. Dit is een ander verhaal, bestaat ook niet meer, is Piol. En die hadden eigenlijk als principe om één per één een object te gaan vrijgeven op een webshop en daar dan ook het perfecte object van te maken. Dus uiteindelijk een linnen serviet, een badhanddoek, kommetjes. Maar ja, limited. En ene keer dat ze out of stock waren, kwamen ze ook niet meer terug. En je had dus per x-aantal periode had je een ander product dat dan in volle schijnwerpers kwam. Heerlijk helder. Ik kom even tussen. We hebben nog een kleine vijftal minuutjes. Ja. Dus ik kan je even op de hoogte brengen. Ja, oké. Dankjewel. Dankjewel. Heerlijk helder. Dit is eentje in functie van een opdracht ooit in research gevonden, Le Gram. En ja, je kan zeggen van wat een raar logo is dat. Het heeft opnieuw weer niet te maken met of dat het mooi is of niet mooi is. Het gaat erom van klopt het en ja, brengt het iets bij en vanuit een zekere eenvoud. En als je ziet wat dan het merk is, het is eigenlijk een juwelenmerk waar ze eigenlijk het principe hebben van wij wegen elke gram zilver, goud af en dat betaal je eigenlijk. Dus het is eigenlijk een gans principe en opnieuw ook een strategie waar dat je de juwelen kiest die heel sober zijn. Ook de ganse opbouw van de merk-identity is enorm sober en dan heb je dit hier ook zichtbaar. Dit zijn ook andere zaken die vanuit een soberheid, een helderheid eruit gehaald zijn. Packaging is key is een verhaal dat toch wel nog even stof is om te vertellen. Wonky is ooit bij ons geweest om ja, te horen van oké, strategie, packaging, moeten we daar, wat kunnen we daarmee doen? Het was in principe niet de bedoeling van de packaging te gaan herzien. Uiteraard duikt je dan eventjes in ja, wat hebben ze momenteel? Dan heb je de eerste verpakking en dan de tweede verpakking. Maar dit was het probleem. Hè. Als je dan ziet, een van de verkooppunten is de koolruit. En daar zie je dat ze één samen tussen een hele hoop andere verpakkingen gaan staan. Maar dat ze ook gewoon niet zichtbaar zijn als merk. En ja, je kan zeggen, ja, ze moeten ze kantelen. Maar in dit geval weet je dat in dat verkooppunt specifiek dat er geen andere visual merchandising zal zijn. Dus dan krijg je dit soort verhalen. Als je dan nog iets ziet, dan zie je guacamole. En dan dit is het voorbeelden van hoe dan die studie toch aangevangen is. En waar dat dan nu momenteel dit als merkidentiteit neergezet is voor hen. Betrokkenheid, dialoog. Hè. Hier ga ik niet te lang bij stilstaan. Dit toont gewoon, tijdens corona zijn er een aantal hele toffe voorbeelden van betrokkenheid van merken geweest. Dit is iets dat al even langer is tijdens de Ramadan. Een hele duidelijke onderscheid, waardoor dat je toont aan een bepaald deel van je target group dat je met hen meeleeft, dat je meedenkt, dat je hey, een stukje mee op hun golflengte zit. We zijn consumenten, we zijn mensen en geen consumenten. Dit is een quote van Base Design, die op een bepaald moment zei: Successful brands of the future care about people, not branding. Ja, een sterk statement, maar ik denk dat vandaag en zeker ook morgen, dat het van langzaam meer blijkt dat het daarover gaat. En uiteraard, branding is in functie van die mensen. En dit is opnieuw een voorbeeldje van die mensen van Thinks, die ik belangrijk vond om te tonen. Dit is meeleven, dit is nadenken over de mensen achter jouw merk en die niet zozeer nog geloven in de blauwe liquids, in de maandverbanden, maar die effectief vanuit een transparantie en ja, hoe stylish dat de beelden ook zijn, ze leggen uit
wat dat je voelt als je op die moment van de maand bent. En ze gaan daar ook verder in, dat soort statements. En deze is ook schitterend, ook wel passend, een sofa-brand die uitlegt hoe dat je in principe thuiskomt na je werk en wat daar in principe zou kunnen werken. De betrokkenheid is ook veel duidelijker hier. Everything is a brand. Ik vrees dat ik daar ga moeten doorflippen. De consument aan het roer. Ik denk dat we daar ook al over gesproken hebben. Geen stommigheden. Dat soort frivoliteiten van plots van logo te wisselen en dan te moeten terugkeren. Zara die zijn logo verandert en waar dat dan heel veel commentaar op komt en zegt van bon, hoe dicht kunnen die letters op elkaar proppen. Dat wordt dan geassocieerd met hun kleine maatjes. Toblerone die los van consumenten beslist om een aantal driehoekjes gewoon weg te laten. Bic die vrouwen Bics op de markt brengt. Waar er uiteraard zwaar op geprotesteerd wordt. Dit is de Lady Doritos, ook schitterend om te bekijken als case. Maar het waanzinnige idee dat vrouwen niet tegen krakende chips kunnen. En daar is natuurlijk ook een enorme wave aan protest op gekomen. En uiteraard niet op de markt gebracht. Maar dit zijn dan andere toffe voorbeelden waar je dan wel spreekt over samen die consument en vrij recent de HEMA die te koop was en consumenten die zich samen brengen om hun lievelingsbrand om die te gaan kopen. Fandom is ook een onderdeel dat waar dat ik vrij snel ga kunnen doorgaan. Het Supreme-verhaal effectief al kort aangehaald. Dit wordt bijna een cult. Dit wordt een groep aan fans die wereldwijd heel specifiek is en waar ze heel mooi op inspelen, waar dat er samenwerkingen zijn, waar dat het logo verheerlijkt wordt op alles en nog wat. Maar een totaal ander voorbeeld is van fandom is dit, Amen Ra, een Belgische band, die in een zeer duidelijke niche zit, maar wat dat je ziet, hoe dat zij erin slagen, en ze is een van de beteren op dat vlak, die erin slagen om een brand identity neer te zetten die volledig past bij wie dat ze zijn, samenwerkingen hebben. Een Church of Ra is een groepering van alle soorten kunstenaars die rond de band hangen en die ook zaken maken die passen binnen het bandverhaal. En ook al hun rituelen, hun optredens als Studio Brussel in de warmste week, een soort Linde Zwijgt. Zij zijn de obvious guys om mee in zee te gaan. En het klopt ook volledig met de fans die in alle stilte, ook daar heb je een beetje dat gevoel van die religie die ook in de muziek verandert. Brandactivisme wordt verwacht, ik denk dat jullie dat ook ondertussen ook weten, is ook een onderdeel van de branding. Patagonië natuurlijk zeer gekend, die zich blijven inzetten voor alle soorten repair. Niet alleen de repair van hun product, maar ook van public space. Farfetch die tijdens de lockdowns ook hun lokale shops, die uiteindelijk hun klanten zijn, in het licht brengt. Mattel. Dan effectief statements, activiteiten om zaken in discussie te zetten. Zeeman met hun sneakers. Ook mooie voorbeelden, dit ook, hè, om de ganse parfumindustrie een stukje. En dan als laatste wil ik deze ook nog meegeven. Het feit dat het humoristisch mag zijn, allemaal niet te serieus, is ook een belangrijke. Dollar Shave Club, die doen gewoon verder. En je ziet, sinds dat ze overgenomen zijn door Unilever, mogen ze eigenlijk gewoon zichzelf blijven en doen ze daarin voort. En dit is ook die Tinks terug, die op een grappige, toch wel cynische manier ook verder aan hun brand identity bouwt. We zijn bijna aan het einde en ik wil juist eventjes 10 take-outs voor vandaag op een lijstje zetten. En dit zijn voor mij de belangrijkste. We hebben ze grotendeels overlopen. Strategy first. Al de rest komt later. Dan als uw product niet goed is,
stop dan en doe iets anders. Kloppen de details niet? Details zijn super belangrijk. Packaging is key. We zijn mensen, geen consumenten. Consequent zijn, maar dat wil niet zeggen dat je saai moet zijn. Grappig zijn, niet te serieus. Het creëren van een fanworld. Iedereen en alles kan een brand zijn. En het is dan ook belangrijk van als een brand te gaan ageren en de regels daarvan te kennen. Aan de andere kant, een van mijn tips is ook, speel niet volgens de regels. Want dat zorgt ervoor dat je doet zoals dat al de rest doet. En dan a great name, logo, brand color en good pictures kunnen allemaal helpen. Absoluut. En ik denk dat daar een aantal mooie voorbeelden van langsgekomen zijn. En dan een elfde tip is eigenlijk het combineren van al die tips. En als je kijkt naar succesvolle merken, kleine, maar ook grote merken, die tikken meestal een aantal van die boxes. Zijn dat geen alleenstaande dingen. En dan misschien een allerlaatste tip, en deze is ook die ik regelmatig meeneem op trendseminaries, is dat emotie is eigenlijk het belangrijkste woord in alles wat dat we doen vandaag en in de toekomst, in elke beslissing die genomen wordt, in elke relatie, maar ook in alles wat met brand identity te maken heeft is emotie. En de moment dat je dat opwekt, de moment dat daar een gevoel optreedt, dan ben je een stuk goed vertrokken. Dank jullie wel allemaal voor jullie aandacht. Ik heb natuurlijk niemand gezien nog een keer. En voilà, dat zijn mijn contactgegevens, dus we zijn erdoor. Super. Dankjewel, Kate. Dat was heel interessant. Heel veel informatie. Maar ook praktische tips en de afwisselingen met cases was super interessant. Ik ga alvast voor een inspiration wall bij mijn thuis, denk ik. We hebben een paar vragen binnengekregen. Een aantal mensen hebben ook al laten weten dat je gerust nog een uurtje verder mocht babbelen. Heel interessant was. Ik zou misschien nog een paar vragen willen behandelen. Een interessante vraag, denk ik, is wanneer je een nieuwe stijl wilt introduceren, wanneer je eigenlijk eens even terug naar je strategie bent geweest en een nieuwe stijl wilt introduceren, is dat iets wat je geleidelijk aan begint binnen te brengen in je kanalen, in je visuals en dergelijke? Of zeg je, daar doe je dan best misschien een stijlbreuk en neem je een nieuwe start? Ja. Goeie vraag. Is een vraag die ook regelmatig voorkomt bij bedrijven die eigenlijk al een stuk bezig zijn. Die zeggen van oké, wij hebben al een zekere herkenbaarheid. We hebben toch beslist vanuit de strategie om het te gaan aanpassen. Eerlijk gezegd is daar geen zwart-wit antwoord op. In principe is dat case per case te bekijken. En alles hangt af van in welke mate heb je een fanbase bijvoorbeeld. In welke mate heb je een groep mensen die je niet voor het hoofd wil stoten en die je een stukje geleidelijk wilt gaan introduceren in jouw verhaal. Dat kan je doen door een preview te geven, door eventueel met een bepaalde groep in gesprek te gaan. Dat kan zijn dat je op een bepaald moment zegt van bon, we gaan stilletjes aan een aantal dingen vrijgeven, een stukje gaan revealen en op die manier de overgang wat makkelijker maken. Aan de andere kant, ik kan even goed voorbeelden noemen waar dat we heel duidelijk beslist hebben van heel radicaal te veranderen. Alleen, en ik denk dat is altijd belangrijk, daar moet je rond communiceren. Eerst en vooral omdat een groep mensen jou anders niet meer gaan vinden. Maar ook om ergens een stukje te begrijpen van wat is er gebeurd. Waarom doen ze dit? We zitten met een generatie mensen, en ik ben daar super blij om, die veel meer vragen stellen over waarom worden dingen gedaan en het niet klakkeloos aannemen. Dus ik denk, als je beslist van een radicale omswitch te doen, zorg dan dat dat goed gecommuniceerd is, dat daar een uitleg rond is die niet belerend is. En dat moet ook allemaal niet te lang zijn, maar vooral heel relevant. In grote bedrijven is dat een ander verhaal, omdat je dan met hoge kosten zit. En daar wordt er soms beslist om op een heel geleidelijke manier te gaan introduceren, omdat alle logo's, alles wat dat met de brand identity te maken heeft, om dat in één keer te veranderen, is meestal een hele zware kost. Nu, het impact is sowieso minder dan. En ik denk dat iets is dat we altijd meegeven. Het impact is groter als je een radicale switch doet dan als je geleidelijk introduceert.
Oké, dankjewel. Dat is heel helder. Misschien in navolging van de Dansaert-Vlamingen. Ja. Daar wordt ook mee gespot dat zo de simpele namen, zoals brood voor een bakker, bar voor een café, zo de heel simpele namen nu worden gekozen. Yeah. Wat is jouw mening daarover? Omdat natuurlijk naar vindbaarheid, zoektermen, is dat natuurlijk geen unieke naam, is dat geen oorwaar? Nee. Was jouw visie daarop? Wel, laat ons zeggen, dat heeft, uiteindelijk zijn dat zaken die eerst beginnen door een durver die dat jaren geleden ooit een keer doet, waardoor dat hij op dat moment wel opvalt, hè, waardoor dat hij soms wel een glimlach op de mond van mensen tovert, dat je denkt van, ah ja, dat is nog goed gevonden, ah ja, oké, simpel, helder. Maar het grote probleem, en dat is waar dat Dansaert-Vlaming natuurlijk ook en heel terecht absoluut veel plezier mee heeft, is de gigantische overload aan dat soort namen en dat soort manier om naar dingen te kijken. En eigenlijk is dat met zoveel woorden in de marketing en in de communicatie die gewoon volledig zijn waarde verloren zijn. En de woorden authenticiteit en craft en kan er zo 100 noemen, die allemaal in het hele prille begin, wanneer dat ze opdoken, wanneer dat er rond een bepaald gevoel een soort naam moest bedacht worden, heel fris waren, anders waren, maar door de snelheid waarmee dat dingen opgepikt worden vandaag, zit je binnen de kortste keren in een soort kopieergedrag waar dat iedereen dan volgt. En waardoor dat je dan heel snel een gevoel krijgt van bof, de frisheid is volledig weg, het wordt een volledig verhaal van iedereen doet hetzelfde. En dat is wat dan natuurlijk Dansaert-Vlamingen zeer terecht de vinger op de wonden legt. Is dat iedereen binnen die groep het gevoel heeft dat ze uniek zijn, dat ze heel origineel, dat ze goed nadenken. En uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. En ik denk dat dat een beetje het gevaar is van dat soort zaken altijd. Dat is zelf, je kan nu vandaag bepaalde zaken zien die er zo uitspringen, die weer van een lelijkheid getuigen, die volledig de inspiratie in de jaren 80 gaan zoeken, die daardoor ook weer fris zijn. Dat stopt wanneer dat er dan te veel mensen die een wave gaan volgen en ook niet altijd op een goede manier gaan volgen. En dan krijg je weer dat gevoel van, daar gaan we weer. En dan gaan we weer op zoek naar andere dingen. Dus ik denk dat dat ook goed is dat er op een bepaald moment een te grote groep dit soort zaken ook allemaal gewoon klakkeloos adopteert. En dat is goed voor dan de creatieve mensen die dan mijn tip 9 volgen van, ja, volg die regels absoluut niet. Hè. Doe gewoon iets anders, hè. Ja, natuurlijk als je dan een van de eerste merken bent die dat adopteert, dan ben je misschien genoodzaakt om op dat moment jouw brand identity terug aan te passen. Ofwel, houd het zo lang vol, zijn er zo van overtuigd dat je goed zit, is het onderbouwd, past het zo goed bij jou, zit het heel dicht bij jou, bij je waarden en zo verder, en dan zit je het uit. Het hoeft niet, je hoeft niet van zodra dat jouw stijl opgepikt wordt en misschien een stukje overused is, is geen reden om jouw stijl te gaan veranderen. Als hij natuurlijk ook een soort MeToo-stijl is, ja, dan zou ik zeggen, denk beter na, werk met betere mensen en kies op een bepaald moment om toch iets anders te doen. Maar als die stijl toevallig binnen de hype zit, maar jij bent ervan overtuigd dat dit heel dicht bij jou staat, dan zit je de hype gewoon uit. En dan blijf je heel consequent je eigen stijl aanhouden. Ga je die een stukje versterken, ga je daar verder op. En op een bepaald moment waait het over. En dan blijf jij gewoon sterker over. Oké. Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten. Je hebt aangegeven van de tijdsgeest een stuk proberen aan te voelen, te volgen, u te laten inspireren door merken. Zijn er bepaalde kanalen, websites, artikels, magazines waarvan je zegt, die pikken goed in op trends, of dat zijn interessante merken of bloggers of dingen om te volgen waarvan je zegt, die vatten dat al goed samen? Of die... Ja, goed samenvatten, dat sowieso niet.
ja, ik denk, het is een vraag die ik van mijn studenten ook soms krijg, van, kun je mij een toolbox geven van hoe dat we bepaalde dingen moeten gaan aanpakken? Hè? De kant-en-klare brokken. Ja, daar gaan we weer. Hè? Die kant-en-klare brokken, dat werkt niet. Hè? Het is juist door telkens dat tapijt op te heffen en te kijken in de kleine hoekjes op de plaatsen waar dat er dingen gebeuren die anders zijn, dat je stilletjes aan, en dat is wat ik bedoel, en je ziet hier achter mij mijn tijdschriftenwand staan, dat wil niet zeggen dat ik alleen maar analoge bladen, ik ben nogal een fan van magazines en vooral nichebladen, en dat blijft, ondanks het feit dat ook mijn tijd 90% online is natuurlijk, maar het blijft onder andere iets interessants om te volgen, omdat je daar met hele niche doelpublieken zit en daardoor kunnen die bladen ook gewoon verder gaan dan de massacommunicatie die voor iedereen, waar dat er voor iedereen wat wils moet inzitten. Maar als ik één magazine, is eigenlijk voor mij Viewpoint, is een magazine waar je vier keer per jaar een soort samenvatting krijgt van een visie van een aantal internationale trendwatchers over heel breed. Het gaat niet altijd over branding, hoor. Het gaat over een aantal dingen. Het zijn duidingsartikelen. Maar voor mij is dat zeker een die de moeite is. En dan daarnaast heb je Wired en dan heb je een aantal bladen die te maken hebben met fashion, maar ook met communities, met food. Allee, dat is een van de voordelen. Ik ben voor mijn werk ook met heel veel verschillende sectoren bezig, waardoor dat je eigenlijk ook vanuit bepaalde research dat je doet voor ene sector inspiratie kunt halen voor een andere sector die er letterlijk niks mee te maken heeft, maar op die manier heel fris kunt blijven. Dus het is een constant alert zijn. En ik noem het een beetje 1000 voelsprieten hebben en op die manier dingen gaan spotten. Dus ik vrees dat ik daar wat moet teleurstellen in die zin voor... zijn er bepaalde plaatsen waar je dat allemaal samen vindt? Nee. Oké. Okay. We krijgen nog één vraag binnen die ik misschien nog wel interessant vind om te stellen. Namelijk iemand vraagt van misschien iets meer uitleg over jouw eigen logo of jouw eigen beeldmerk. Want de guru van Brand Identity is misschien wel interessant om daar nog eventjes... Ja. Maar ten eerste, ik beschouw mezelf zeker niet als de guru van de branding, voor alle duidelijkheid. Dat logo is 10 jaar geleden gemaakt. En om eerlijk te zijn, we zijn nu momenteel bezig aan een revisie. We weten absoluut nog niet in welke richting dat gaat gaan. Het gaat eerder over een gevoel en dat logo was eigenlijk ook een beetje een gevoel. Voor mij was dat een beetje een tijdsgeestlogo. Op dat moment, als je jaren aan een stuk in bedrijven gezeten hebt, in agencies, en altijd voor anderen gewerkt hebt, is dat, voor mij was dat een moment dat ik begonnen ben met mijn eigen bedrijf en was eigenlijk een enorme bevrijding. En dat had zoiets te maken met eindelijk. Ik kan ademen, ik kan doen wat ik wil, ik moet aan niemand verantwoording afleggen. En dan wou ik eigenlijk ook wel een logo dat gewoon compleet anders was. En daar zit onder andere een squid in, als je kunt zien. Squid is de naam van mijn managementbedrijf. Op die manier moet dat gestructureerd zijn tegenwoordig. Dus die naam Squid is niet gekend, maar die zit er eigenlijk wel in verwerkt. En dan zit er iets prinsesachtig in, dan zit er iets exotisch in. Laat ons zeggen, er zijn ook verschillende versies van het logo. Het is voor mij is dat 10 jaar goed geweest. In die zin dat het voor mij een soort momentum van bevrijding was. En ik denk dat er nu, naar aanleiding van alles wat er vandaag in de wereld aan het gebeuren is, moment is van te vervellen. En hoe dat die vervelling er gaat uitzien, dat weet ik nog niet. Maar we zijn ermee bezig. Dus in principe de bedoeling is dat om dat in januari mee naar buiten te komen. En om op de vraag te beantwoorden van daarjuist, we gaan het wel doen in ene wipe, alles weg en nieuw. Oké, heel interessant. Kate, ik wil jou ongelooflijk bedanken. We zijn een beetje over tijd gegaan, maar ik heb begrepen uit de chat dat niemand dat erg vond. We kregen heel enthousiaste reacties binnen, dus ongelooflijk. Ja. Bedankt. En voor
voor de mensen die nog aan het volgen zijn, bekijk zeker onze agenda van Flanders DC. Er komen nog een aantal interessante webinars aan. Zoals bijvoorbeeld volgende week gaat het over divers werven. Hoe kan je eigenlijk inzetten op inclusiviteit in je personeelsbeleid. Maar ook value-based pricing komt er nog aan. Dus zeer welkom om opnieuw aanwezig te zijn bij de webinars. Voilà, dat was het voor vandaag. Ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Oké, dag.